Als je een willekeurig individu neemt en je wil naar een willekeurig ander individu, maakt eigenlijk niet uit waar op deze planeet. Dan zegt de theorie dat je dat in zeven stappen kan doen. Dat betekent dus zes tussenliggende schakels. Dat is dan de, de six degrees of separation. Ja, dag. Alsof ik binnen zes stappen verbonden ben met Trump, Billie Eilish. of een volslagen vreemde in India. Is iedereen echt met iedereen verbonden? Ik kan wel iedereen volgen op social media of googelen, maar dat wil niet zeggen dat ik ze ontmoet heb. Iedereen heeft wel iemand die in net iets hogere sociale lagen verkeert dan, dan, dan jij, die net iets meer invloedrijke mensen kent. Dus in mijn geval, in twee handshakes zit ik bij Maxima, want Maxima komt wel eens hier op deze universiteit om iets te openen of wat dan ook. En onze rector geeft er dan een hand, hand. En ik heb de rector een hand gegeven. Ja, en wij hebben Remco's hand geschud. Onze wiskundige van vandaag heb ik via via gewoon maxima een hand gegeven. Aan de ene kant bijzonder, maar ja, wie schudt er nou meer handen dan onze koningin? Al dat handenschudden is niet zonder risico. Dat heeft corona ons wel geleerd. Als het om een besmettelijk virus gaat en je bedenkt dat de hele wereld in zes stappen met elkaar verbonden is, dan is die hele theorie iets Minder grappig. Hoe kan Maxima de volgende pandemie veroorzaken? Als de ziekte toevallig begint in iemand met heel veel verbindingen, zoals Maxima, ja, dan heb je wel een grote kans dat het echt goed losgaat. Je hoorde net al wiskundige Remco van Hofstad. We hebben een afspraak met hem op de Technische Universiteit Eindhoven. Zes stappen klinkt als een willekeurig getal, maar niet voor een wiskundige. Voor hem is zes. Super logisch. Als ik 100 mensen ken en die kennen weer 100 mensen, dan ken ik eigenlijk 10.000 mensen op afstand 2 en een miljoen mensen op afstand 3. Oké, okay, rekenmachine erbij. 100, nog een keer 100, nog een keer 100. Dan zitten we binnen 6 stappen op 10 miljard mensen. Dit is wel veel te simpel. Al is het alleen maar omdat als ik jou ken en ik ken 100 mensen. En jij kent ook honderd mensen, dan is één daarvan ben ik. Maar dat is nog veel te simpel, want heel veel van mijn vrienden die zijn weer vrienden van elkaar. Dat is typisch wat je ziet in een sociaal netwerk. He, dus er wordt vreselijk overgeteld. En dat is ook maar goed, want anders zou je in zeven of acht stappen op, op aantallen zitten die, die veel meer zijn dan de hele wereldbevolking. En dat kan natuurlijk niet. Die zes stappen kloppen wiskundig, maar zo zijn wetenschappers niet op dat getal gekomen. Het getal 6 komt uit een experiment uit de jaren 60 van Stanley Milgram. Geen wiskundige, maar een psycholoog. Hij gaf willekeurige mensen in Amerika de opdracht een pakketje via-via door te sturen. Naar één persoon in Boston. Het idee was dat de enige informatie die ik kreeg. was. de naam van de persoon, de woonplaats en misschien het beroep. En de vraag is: kunnen mensen dan verzinnen hoe ze dat daar snel kunnen krijgen via mensen die ze kennen? Dat kan. Gemiddeld in zes stappen bleek uit Milgrams Experiment. Werkt dat vandaag de dag nog steeds? De wereldbevolking is enorm gegroeid sinds de jaren 60. De techniek gaat als een speer, we reizen de wereld rond. En zoals je altijd hoort, we zijn meer verbonden dan ooit. Maar is dat wel zo? We zetten onze eigen versie van Milgrams Experiment op. Vanuit de redactie sturen we tien enveloppen de wereld in. Zet hem op, mensheid. Patty. Ons doel? 10 van onze volgers bereiken. Via via zonder te googlen. Enige info die we hebben zijn naam, woonplaats en beroep. Dus ik probeer iemand te verzinnen. waarvan ik denk dat die dichter bij die persoon staat, wat dat dan ook betekent. Ik stuur het daar naartoe met de hoop dat die weer iemand weet te verzinnen. die weer dichter bij dat doel ligt enzovoort. Mensen die je kent, dat is een ruim begrip. He, want als ik zeg dat jij mijn vriend bent, wil ik nog niet zeggen dat jij zegt dat ik jouw vriend ben. Dus je moet elkaar een hand hebben gegeven. Dat is onze afspraak. Als ik jouw hand heb geschud, heb jij ook mijn hand geschud. Nou, dan kan je dus kijken, wie van de mensen op deze wereld, die ik een hand heb geschud, ligt het dichtst bij nou ja, daar waar ik het uiteindelijk naartoe wil hebben. Milgrams experiment en dat van ons heeft nog een extra uitdaging. We weten niet precies wie verbonden is met wie. Dus je moet daarin ook nog een soort inschatting maken van ja, wie ligt dichterbij. En misschien zelfs wel wie is bereid om het pakketje ook door te sturen. Gelukkig hebben wij trouwe fans, zoals Bart. Die ons helpen en dat voor ons filmen. Ik heb een envelop binnengekregen. En in die envelop zitten weer heel veel andere enveloppen. En ook instructies wat ik niet doen. Op naar de brievenbus. Zo leuk! Je zou bijna vergeten dat het hier om keiharde wiskunde gaat. We maken allemaal deel uit van een netwerk. Dus als wij het in de wiskunde hebben over een netwerk, dan hebben we het over dingen, mensen, computers of iets anders. die op de een of andere manier met elkaar verbonden zijn. Dus in een sociaal netwerk kan je zeggen. Ik heb twee, twee mensen en die zijn met elkaar verbonden op een bepaalde manier. Handen geschud, Facebook-vrienden, LinkedIn-vrienden. Of ze hebben elkaar het afgelopen maand gezien. Dat zijn dus al vier manieren waarop je een netwerk kan maken tussen mensen. Het zijn allemaal sociale netwerken, maar ze kunnen heel verschillend zijn. Goed moment om weer terug te gaan naar Maxima. Als we alle handshakes van Maxima nemen, dan hebben we een giganetwerk. En als we dan alle mensen toevoegen die via via Maxima's hand hebben geschud... dan groeit dat netwerk enorm snel. Exponentieel noemen we dat in de wiskunde. Geen zorgen, om dat te begrijpen hebben we geen ingewikkelde formules nodig. We leggen het uit aan de hand van een mythe. Over een koning, we blijven bij de royals. In Persië was er een koning die gek was op schaken. En een man die prachtige schaakborden kon maken. De koning vroeg hem of hij speciaal voor hem een schaakbord kon maken. Zo gezegd, zo gedaan. Als beloning mocht de schaakbordenmaker vragen wat hij wilde. En hij zei: Ik heb hier een schaakbord. Ik wil graag één rijstkorreltje op het eerste vakje van het bord, twee rijstkorreltjes op het tweede, vier op de derde, acht op de vierde, etcetera, tot het hele bord vol ligt. En de koning zei: Ja, maar dat gaat toch helemaal nergens over. Je kan alles vragen wat je wil. Waarom doe je dit? Tot de koning de rijstkorrels moest gaan uitkeren en uitkwam op een getal dat ik niet eens meer kan uitspreken. Ongelooflijk veel. Dat is veel meer. Reis dan naar bestaat. Even voor jou, dat is de gehele Noordzee vol met reiskorrels. We hebben dus een netwerk, alle verbonden mensen en die ontzettend snelle groei. Die twee samen kunnen best handig zijn. Ik bedoel, als ik een nieuwtje wil verspreiden of ik wil dat mijn post viraal gaat, ja, dan is het best wel fijn om te weten dat dingen heel hard kunnen gaan. Dat is allemaal hartstikke, hartstikke prima. Maar het heeft ook wel zo zijn duistere kanten. He, dus een van de duistere kanten is dat als je heel veel verbindingen hebt, dat dat ook heel veel mogelijkheden geeft voor een ziekte om zich te verspreiden. He, dus stel even, um, uh, uh, we nemen koningin Maxima en we doen een of ander goedje op haar handen, wat niet te zien is, uh, maar wat wel doorgegeven wordt. Dus zodra zij iemand een hand geeft, heeft die persoon ook dat goedje op zijn of haar handen. En op het moment dat die weer een hand geeft, gaat het weer door naar de volgende, et cetera. Zo breng je dus eigenlijk het, het handenschudden in kaart. Nou, stel we laten dit even een week of een maand losgaan. Ja, waar zijn nou al die mensen die dat goedje op hun handen hebben? Nou, kan je vertellen, dat zullen er ontzettend veel zijn. Um, het, ja, dat, dat is een leuk experiment. Hè. Nu zitten we nog in, in, uh, in de context van de, de sociale uh, interactie tussen mensen. Maar als dit een ziekte wordt die doorgegeven wordt door handen... of die op een andere manier wordt doorgegeven... dan is het natuurlijk veel minder leuk geworden... Die virusverspreiding is een van de dingen die Remco onderzoekt. Met wiskundige netwerken dus. Ja, wat je ziet is dat afhankelijk van de eigenschappen van de ziekte, um, lukt het zo'n ziekte om exponentieel te gaan groeien? Of het lukt niet, daar is ook wat toeval aan verbonden. He, als de ziekte toevallig begint in iemand met heel veel verbindingen, zoals Maxima, ja, dan heb je wel een grote kans dat het, dat het echt uh, goed losgaat. Is dat niet het geval, ja, dan, dan kan het ook uitdoven. Heel precies voorspellen van hoe gaat het nou lopen, is heel moeilijk. Ik wil niet zeggen dat het onmogelijk is, maar het is wel heel erg moeilijk. Um, maar die, die netwerktheorie geeft je wel een algemeen beeld. He, dus er zijn uh, situaties waarin de ziekte zodanig is dat die in het begin in ieder geval exponentieel gaat groeien. En dan ben je gewoon zwaar de klos. Dat weten we. Ja, als je in zes stappen iedereen op de wereld kan bereiken, dan kan een virus dat dus ook. Nou, maar goed dat we in onze pakketjes geen virus hebben gestopt. En uh, daarover gesproken, waar zijn die allemaal naartoe gereisd? Ik heb uh, vandaag een hele leuke envelop gekregen. Er stond niet zo heel veel op, het was gewoon een envelop met een paar postzegels. Maar toen ik hem opende, zag ik deze brief van de Universiteit van Nederland. En toen dacht ik, oh ja, ik heb me opgegeven voor een experiment. Nou, deze brief heeft mij in drie stappen bereikt, zoals hier te zien is. Oké, okay, niet alle tien, maar er zijn er toch een paar aangekomen. Six Degrees of Separation kan dus ook een vet experiment opleveren. Hoe leuk is wiskunde? Ik krijg ook heel vaak de reactie van, oh, voor een wiskundige ben je nog best normaal. Vond je dit nou een leuke podcast? Vergeet je dan niet te abonneren. Of kijk de video, dat kan op YouTube, maar ook op Spotify. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.